Vandaag in Orlando en Glen. En zijt je al onder de indruk van het aanbod in de Leroy? Ik moet er nog over nadenken. Dat is direct heel iets anders, hè. Oh. Ja. Dan zeg eens iets van mij, hè, dat ik niet kan schakelen. Dat ze hier altijd hebben... Het is toch niet zo moeilijk om te antwoorden op de vraag, wat lust je graag? Orlando en Glen. Bon. Naar boven? Naar boven. Ik heb me voorgenomen, je weet het nog niet, dat ik vandaag ga proberen... open-minded te zijn. Ik ga niet zagen. Maar ik kan het niet beloven. En nu gaan we het eerste bed opmeten. Trouwens, misschien dat de kleur van mijn t-shirt al een beetje vertelt waar we vandaag naartoe gaan. Ik heb het met een reden gekozen vandaag. Met een reden gekozen? Nee. Wat een zever, zeg. Je gaat toch niet je kleur afstemmen op het logo van die winkel? En wat gaat je hier allemaal doen? Het wordt me al direct te veel. Je hebt wel iets beloofd, hè? Ja, ik ga niet vervelend doen vandaag. Ik ga proberen mijn energiepeil hoog te houden. Bon. En wat gaat je doen? Het bed opmeten? We gaan het bed opmeten, want... 2,10 op 1,80. Wat kom je hier dan doen? Jij zegt dat je het wilt opmeten. Ja, voor de zekerheid. Ik weet toch hoe groot dat bed is? Ja. Maar we gaan gewoon voor de zekerheid, want meten is weten. Ik zal het vasthouden. Ja. En? En 1,80. 2,10 op 1,80. Weet je nu alles wat je moet weten? Want ik zit op hete kolen, hè. Gaat het regenen vandaag? Regenen? Nee, het gaat niet als regenen. Moet mijn was hangt nog buiten. Als moet mijn was eerst binnen hangen. Maar denk het niet. Denk het niet. Kom, we zijn er weg. En hup. We zijn er al en ik ben ook wel eens benieuwd om straks langs de Alcampo te gaan. Want ik weet niet of je dat nog herinnert. Een paar vlogs geleden hadden we de vraag gesteld, of waren wij op zoek, ik zal het zo zeggen, naar wereldkeuken. Omdat we dat niet echt vonden in de supermarkten bij ons in de buurt. En we hebben zo'n heel veel reacties gekregen van jullie, waarvoor dank, dat het in de Alcampo wel zou zijn. En die is hier. Dus dan moeten we straks even checken of dat jullie gelijk hadden. En dan natuurlijk ook langs de... Leroy? Zet je nog altijd enthousiast? Zie je dat niet? Open mind en ik heb nog veel energie. Dat is een goed begin. Maar ik wil ook... We zijn hier niet toch? Bij de Maison du Monde, hij weet nog met de kast. Dus ik wil hem misschien, als ze hem hebben in de winkel, dat weet ik niet, eens kijken in het echt. Voor in de casita. Dus... kijken. We gaan het bekijken, we gaan het bekijken. Heb je al iets gevonden? Ik heb al iets gevonden. Eigenlijk op de plaats van die ronde tafel. Welke ronde tafel? Met die glazen tablet. Ronde tafel met een glazen tablet. Waar nu die glazen alles op staan. Ah, in de living. In de living. Ja. En hier dan een schoon schemerlamp op. Oh ja. En wat een kadertje. Een gouden kadertje. En ik vind de prijs ook nog mooi goed meevallen. Ja. Dus dat is wel echt mooi. Ja, het is dus een goeie... Het zijn zwarte poten met een gouden einde. Ja. Zwarte poten met een goud einde. Een goud tjoepje. Ja, €119. Dat valt nog mee. Kijk, dit vind ik ook een mooi kussen. Ah ja. Dat is ook ons kleurenpalet. French Marina. French Marina. Saint-Raphaël zat okay. Erop. Dat is wel allemaal zeethema. Ja. Ik ben eigenlijk niet zo voor zeethema. En zo'n anemoon? Oh nee. Dat vind ik precies nog iets van vroeger. Maar hier, dat is wel voor een theelichtje in te zetten. Ja. Dat is glas. Dat is glas. Heel gevaarlijk. En een walvis? Moby Dick. Wilt je een tafeltje hebben? Nee. Oh nee? Nee. Je vond het toch schoon? Dat is mooi, maar... Ook niet speciaal, eigenlijk, hè. Nee. En de kast hebben ze niet. Niks. Het is echt... We gaan naar de Leroy, kom. Dat is ook de eerste keer dat ik je zoiets hoor zeggen. Ah, maar ik wil ook eerst naar zingen hier. Hier is ook de casa voor de pompoenen. Hebben ze ook misschien pompoenen? Is dat alles? Ja. Zie, heel de maand september. Dan moeten we misschien hebben ze pompoenen.
Is dit de herfstrayon? Ja, dit is de herfstrayon. Wat is mooi, kijk. Dat is een eekhoorn, of wat? Een heekhoorn. En deze? Oeh, dat is zo van dat fluweel. Ja. En ziet, ja. Dat is toch niet wat ik bedoel? Dat is zo klein. Een gewone stenen pompoen voor een theelicht in te zetten. Wat vind je ervan? Van wat, hè? Dit setje. Ja, dat is ook wel mooi. Zou dit mooi zijn voor in de casita? Dat lijkt me eigenlijk wel een beetje wat je had gezien. Ja, maar dan in het zwarte. Het is heel anders, toch? Ja? Dit is hetzelfde, mm-hmm. Maar de rest is anders. Want het was zo'n vorm. Ah ja. En het was, dat was 1,80 meter. Dus dit, en ik ben met 1,72 meter, dus dit gaat 1,65 meter zijn. Dus het is toch heel anders. Is de kast dus toch hoger als u? Die kast is toch niet hoger als mij? Ah nee, het leek zo. Als je dan dit kiest, dan heb je wel een hoge en een lage kast. Dan heb je de combi. Meteen. De combi? Hier kan toch geen frigo kunnen? Och, daar hebben we maar zijn een frigo. Oh, jawel, misschien kan. De frigo staat toch in de keuken? Ja, maar voor in de casita moeten we ook voor de lichte verfrissingen. Wilt je het niet? Nee. Oh. Eindeloze zoektocht. Nee, nee. Vind je dat mooi? Ja, dat vind ik wel mooi. Dat doet mij denken aan een kruk voor reuzen. Ja. Want hier moet je dan eigenlijk mooie krukken aan. En dat is een ideale voor te barren. Ja? Van 2,49 naar 186. Hebben? Nee. Het moest toch hoog zijn, hè? Ja, dat is hoog. Nou ja, er komt geen eind aan. Nee, hè? Ik ben bang dat je uit elkaar valt. Hoezo? Die voelt heel onstabiel. Ja? Er staan toch vier pootjes onder? Oh ja. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, dat is ook wel een mooie. En zo twee dan? Twee? Ja, we gaan het daar zo één zetten, verloren in de casita. Twee. Zij één hoge en zo één lage? Oh nee. Oeh. Nee, nee. Twee. Ik moet er nog over nadenken. Dat is direct heel iets anders, hè. Oh. Ja. Dan zeggen ze iets van mij, hè, dat ik niet kan schakelen. Okay. En dat is ook raar dat aan deze kant. Dat vind je dat niet? Nee, is toch altijd rechts? Oh. Dat is raar. Dat is toch niet raar? Jij is het raar, ja. En dan kun je hier nog iets opzetten. Zo een plant met afhanging. Dat heb ik. We moeten het laten bezinken. Misschien moeten we wel eens vragen of er überhaupt twee van zijn. Ja, dat zal toch wel. Ja. Ja, geen pompoen, hè. Geen pompoen. En ik zei misschien zelfs in de Alcampo, kan het wel zijn, dat is een keigrote winkel, dat ze daar ook wel wat decoratie hebben. Maar ja, nu gaan we eerst naar de Leroy. Nu eerst naar de Leroy. Ja, dat is zeker. En wat moet je... Ah ja, die dekdingen. Dekbed. En misschien ook wel kasten, hè. Ah ja. Kunnen we toch eens kijken? Ja, ja. Want daar hebben we al lang niet meer naar die meubels. Hebben we daar al lang niet meer gezien. Dat is waar. Dus we kunnen het, ja, moet een kans geven, hè. Zeker. Verdient een eerlijke kans. En je ging er met open mind naartoe gaan, daarmee, hè. Hij verdient een eerlijke kans. We zullen eens gaan kijken. Ja. In de mooiste en de fijnste winkel van de hele wereld. Je kunt toch overdrijven? En wat ik nog extra fijn vind, is dat ik er ook op gekleed ben, hè? Oh, like die groen mannetjes. Ja, die mensen hebben ook een groen ding aan, maar ergens is het witgroen, hè? Iedereen die daar werkt is in het groen, want het logo is ook in het groen. Dus ik dacht, ik ga helemaal in thema. Dat is fijn, dat gaan ze appreciëren. Ja. Ja. Dat vind ik wel. Ja, ja, je zult wel korting krijgen nu. Het draait hem soms om de kleine details, hè. Kijk, kijk. Ik zie hem al. Zeg. Hm? De kleine details, zei je juist. Ja. Details zijn altijd klein, hè. Een groot detail, dat is wel... ja, dat ken ik niet. Nee? Een groot detail heb ik nooit gehoord. Het draait om de kleine details. Lach mij niet uit. Alle wegen leiden naar de Leroy. En ben je al onder de indruk van het aanbod in de Leroy? Daar ben ik altijd onder de indruk. Dat is net het probleem. Het is veel te groot.
Er komt geen eind aan, dat weet nee, je. Ja, het is dat. Dat vind ik zo moeilijk, hè. Tapijten. En het is voor een casita. En ze moet groot genoeg zijn. Ja, de casita is 5x5. Ja. Dus eigenlijk een vierkante zou mooi zijn. Een vierkante is denk ik wel het mooiste. Maar ja, vind dat hier maar eens, hè. De grootste maat dat ze hier altijd hebben. De prul! Hij is weg. Zijn ze bekomen van de aanval? Stomme plastiek. Ja, ik weet het niet goed. Hebben ze hier vierkanten? Ik vind dat ze hier nooit groten hebben. Ik ben altijd op zoek naar een grote mat, maar dat hebben ze nooit. Maar dat komt omdat die huizen ook klein zijn. Dat is altijd de standaardmaat, 1,60 meter op 2,30. Altijd. Maar dat is echt niet groot genoeg. Nee. Nee. Dat zijn hier ook allemaal kaboutertjes, precies. Wilt je dit? Dat is een schaap. Oh, daar ben ik bang van. Ah, dat is een mand. Ah, daar zitten de vlooien in, volgens mij. Ziet dat? Ah, nee. Daar ben ik vies van. Weer al, hè? Wat is dat nu? Noppenfolie. Noppenfolie op de grond. Voor de mensen doen verschieten hier. Zeg maar wat ik wou zeggen. Wat heb ik gezegd? Vond je dat nu geen goede service? Wat? Ja, ben je toch gevraagd? Ja. En hij ging het ook navragen. Ja. En hij gaat bellen als de mat... Ja, als ze een mat hebben. Dat is heel fijn. Ja. Ja, maar de service is hier top. Wat loopt je zo te krabben? Ik heb overal jeuk. En hier ook. Hier een beet. Hier een beet. De muggen zijn nog actief hier, in september. Maar jij bent een gebeten hond. Jij weet het. Hoe lang zijn we hier nu? Kwartier. Ik denk, zelfs bij mij is de moed al in de schoenen gezakt. Ja. Praat maar heel rap, hè. Want we hebben het weer naast voeten gekregen. We hè? Mogen weer niet filmen. Allee, we mogen filmen zolang dat het personeel er niet op staat en dat ze het niet zien. Ziet ze. Het, ja. Ja, nee, het is weg niet hier. Makkelijk. En we wouden lakens kopen. We hebben die hier al gekocht. En nu zeggen ze, we hebben dat niet. Voor de maat die jullie nodig hebben. Ja. Misschien moeten we een gordijn kopen om rond de matras te doen. Ja, die is zeker groot genoeg. Ja. Kijk. Zo is het leven. Soms zijn er tegenslagen en soms zijn er meevallers. En dat is een tegenslag. Mensen, lieve deugd. Wat een teleurstellende shoppinguitstap. Dit is zo'n dingenvlog. Een onsamenhangende vlog. Ja. We gaan overal naar binnen en het is niks, nergens niet. Lege handen. Ja. We komen met lege handen van een kale kermis. Thuis. Dat is hetzelfde, maar kom. Met kleine details. Dat was een klein detail dat hetzelfde was. Maar het kan nog allemaal rechtgetrokken worden. In de Alcampo kunnen pompoenen hebben. Ja, dan kunnen we pompoensoep maken. Ja. We zullen naar de Alcampo gaan om te kijken of ze daar Aziatisch eten hebben. Ja. Laat ons hopen dat ze dat dan toch hebben. Dat we toch iets meer naar huis nemen. En als ze dat niet hebben, ja, dan willen ze ons nergens niet. Dan willen ze ons geld nergens niet. Dat is ook zo. Ja, maar ja. Kijk, we gaan die pampoenen zoeken. De Aziatisch eten of oosters. En we gaan zien of dat ze het hebben. Hè. Druk is het niet in de Alcampo. Druk niet, maar het is hier groot, hè. Heel groot. Weet je waarom het is heen? De wereldkeuken. Ja, en waar is dat? La cuisine. Mundial. Mundial. Tortillas, fajitas, nachos. Nudelos. Nudelos. Ik wil ook eens een keer zitten. De prol. Oeh, dat is vermicelli. Wacht, dit is ook noedel. En wat is dit? Noedel. Ah, deze, noedel. Rijstnoedels wilt je? Rijstnoedels, deze. Ja. Eén zakje? Nee, hè. Ik ga meer meepakken. Doe maar een voorraadje. Maar dit is de laatste. Dat meent je niet. Ja. Wat is dit hier? Rijstnoedel. Ah, dat is hetzelfde. Die is fijner. Vind jij dat goed? Ik vind dat goed. Dan pak ik die. Dan pak ik zo twee zakken. En deze hebben ze bij ons ook, hè. Dat is die, hè. Heb je ook in de dingen al ooit gekocht. In de Consum. In de Consum, dus. Deze hebben ze in de Consum. Ja. Dat zijn de eggnoedels. Ja. Maar die... Egg. Oké, top. Okay. En nu nog randanimatie, hè. Ja. Sausjes. Sausen.
Ja, daar ken ik niks van, hè? Ja, je kunt kiezen wat je graag lust, dat vriendeke. Ja. Kooisaus. Kooi? Satésaus. Saté is wel lekker, hè? Pokeballsaus. Kimchi saus. Pokémon saus, dat ken ik. Mango chutney. Tikka masala. Kijk, dat is tandoori. Dat is bij een Indiër ook, bij panchoep. Welke gaat je kiezen? Punjab is het, hè? Panchoep. Panchoep. Ja, saté sowieso. Ja. Dus die moet ik dan al nemen. Jij zit te kokkenhuis, dus jij moet kiezen. Ja? Ja, ja. Maar ja, wat lust je graag? Ja, saté saus. Maar wil je iets anders als anders of wil je hetzelfde als altijd? Ik wil een combinatie. Want daar hoeft dat niet op één dag, hè. Pak gewoon al voorraad mee. Denk je dat je graag noedels eet met mango chutney? Ah, nee. Geen fruit, hè. Met kokosnoot? Ja, kokosnootroom vind ik wel lekker. Kokosnootroom? Ja. Jus de coco. Jus de coco. En dit is crema. Ah, dat is ook lekker. Dat is, ja, dat is room. Ja. Maar ja, dat is ook lekker. Maar kun je dan niet beter iets voorgemaakt pakken? Kooisaus? Is dat vis? Kooi is vis, hè. Een kooi. Ja, als het lekker is, ik weet het. Ja. Oh. Je vraagt wel van alles aan mij, maar ik weet ik dat ook niet, hè. Het is toch niet zo moeilijk om te antwoorden op de vraag, wat lust je graag? Ik ben toch niet van de wereldkeuken? Curry, tandoori. Curry is ook lekker, ja. Ik zou zeggen, pak een assortimentje mee. Deze. Ja. Heb je gekozen? Ja, want eer dat jij gekozen hebt... Wat heb je gekozen? Ik heb nog een andere satésaus gekozen, maar een pikantere. Ja? En ook de tikka masala curry. Oké, dat is ook lekker. Daar kun je niks verkeerd mee doen. En weet je wat ik ook zou willen? Kroephoek. Kroephoek? Kroephoek en... Dat ben ik vergeten. Bon. Heb je kroephoek gevonden? Kroephoek. Kroephoek, en... Wat? Kijk. Pipitas con caramella. Oi, oi, oi. Caramello. Allee, pak mijn zak mee, dat je... want vanavond is per film, hè. Gaan we film kijken? Ja, ik heb een goede film. Eerst gaan we noedels eten en dan gaan we film kijken. Ja. En Halloween, stenen, pompoenen, no. Niente. Nergens. Maar dat is toch gek, hè? Ik ben al blij dat we in de action die toen gevonden hebben, want anders was niks geweest. Maar nee. Heel gek, vind ik dat. Maar ja. Moet jij ook popcorn hebben? Want dat is wel voor mij alleen, hè? Ja, dat weet ik, want ik heb die... Het is met karamel en ik heb die toch niet zo graag. Ah, wel. Welkom met gij. Ik wil met, gewoon met suiker, maar dat gaat niet. Deze. Ik wil geen kastrol ruïneren. Weet je nog, in België had ook een popcornkastrol en die hebben op een duur weggegooid. Ja, dat is niet te doen, hè. Ja. En hier, kijk, ook een stad in de weg. Hier, dat heb ik ook ooit, dat gaat ook heel goed. In de microgolf. Maar dat moet in de microgolf en jij wilt ook geen microgolf. Nee, dat is heel ongezond. Dus we moeten, ik vind zo'n machine gaan kopen, maar ja, ze hadden het niet in de casa, dus ja. Je zei dat er straks al dat je dat graag wou, maar ik zag dat niet zitten. Een popcornmachine te kopen. Ja, dat stond daar. En ik zag dat je niet keek, dus ik dacht, snel door. Oh, dat is lelijk. Dat is echt zo lelijk. Ik droom al zo lang van een popcornmachine. Dat is niet waar. Ja, dat is wel waar. Allee, we zullen het gaan halen. We gaan kijken. Omdat er zijn geen lakens, er zijn geen pompoenen, er is geen kast, er is niks. En het is 25% korting. Allee dan. Allee, kom terug naar de casa. Kijk naar die rommel. Ik was al vertrokken, maar ja, als we de machine gaan halen, zet je een popcorn in. Mag je het wel maïs kopen? Maïs, ja. Wilt je dulces? Dat is zoet. Ja? Met saal is met zout. Nee. Zero is gezond. Huh. Mantequilla is met boter. Ah, nee. Met barbecue saus. Ah. Oh, dat is vies. Nee, nee, met zoete. Dan kun je kiezen tussen de rozen voor €1,61. Ja. Of hier de dulces, €1,04. Maar dat is één pakje, hè? En dat is blauwe. Oh, nee. Hebben ze gewoon geen normale kleuren? Ja, wel, die is op. Oh. En zijn dat zakjes of is dat losse? Dat weet ik niet, hè. Kijk, hè. Als ze de machine gaan kopen, hè, en dat is geen losse, dan kunnen we het misschien nog niet gebruiken. Maar dan heb je gewoon dit nodig. Ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Maïs. Maïs. Maïs para palomitas. Ja, en daar doen we dan suiker over. Maïs voor popcorn. Ja, daar moeten we hebben. Gewoon pak dit. Pak twee zakjes. Dit niet.
Nee. Pak twee zakjes en suiker hebben we ook niet meer. Suiker moeten we ook hebben. Ja. Oké, op naar de suiker. We hebben het gevonden. Azúcar. Azúcar. Die ruikt naar munt. Naar munt? Het ruikt hier naar munt, maar dat is niet het. Ah. En ook dingen hebben voor stikjes voor in de koffie. Ja, we drinken dat zelf niet, suiker in de koffie. Nee. En die waren op. En als je dan visite krijgt en die mensen willen suiker, hadden we nooit geen suiker. Het is dat. Want dat hebben we ook nooit in huis. Maar nu dus wel voor de popcorn. Voor de popcorn, voor de popcornavonden. Ja. Oh, dat is zo lelijk, hè. Ik zei net van, dat is zo lelijk dat je dat gezien had. En dat je dat niet zegt. En weet je wat je ook nog zegt? Het was niet eens duur. Sst, de mensen kijken. Is het gelukt? Ja. En moeten we nu die rommel ook nog hebben? Rommel? Dat is geen rommel. En het is een goede koop. Weet wat ik ook altijd denk als ik hier ben? Zeg het eens. Dat wij dat niet gewend zijn, die lucht. Die is hier veel vachtiger, hè? Ah, ja. We zijn in Alicante, hè? Zeg, en ik was keihard verschoten. Kom eens hier. Laat de mensen dat zien, die weten dat nog niet. Het ligt hier vol planten. Ja. Dat klopt, dat hebben we gekregen. Maar die moeten wel dringend eruit, denk ik. Die moeten dringend eruit. We moeten die planten. Die planten. Ja, maar eerst doen we popcorn halen. Maar die uitleg zal ik nog doen, hè? Ja, van die planten. Eerste machine dat we vanavond fijn popcorn kunnen maken en film kijken. Dat meende niet. Wat? Je winkel is gesloten. Dat meende niet. Nee, die lampen branden nog. Oh, dat is echt een... Ik weet het zo staan. Ga maar binnen, loop maar door. Oh, dat is zo lelijk. Die mensen zullen zeggen, daar zijn ze weer. Die kijkers, die kopen niet, die kijken alleen. Die denken dat we die kast komen kopen. Daar wordt niet meer over geklapt. We komen voor iets heel anders. We hebben geluk. Hetzelfde geld was er uitverkocht, hè. Er staat er maar één niet meer. Een grote en een kleine. Ja. En hier staat ook maïs, maar is hier wel duurder. Die grote kost 120 en die kost nu 25% korting. En die kleine, dat is eigenlijk misschien wel genoeg, hè, voor ons, voor een keer dat wij dat eten, ja, is €35 en 25% korting. Dus ik ga deze nemen, hè. Dat is goed. Maar ik kan toch daar dingen mee maken. Zoete. Wacht, dat moet ik wel weten. Bestudeer dat maar eens. Ja, ik ga het bestuderen. Beslissing genomen? Beslissing is genomen. We hebben het goed bestudeerd. Hier staat op... dus je moet geen olie gebruiken. Het werkt op hete lucht. En achteraf moet je de suiker erop doen of de zout. Oké. Maar dat gaan we niet doen. We gaan de suiker gaan we ook al in doen. En dan is straks alles in een plakbol. Ja, misschien is het risico. Maar dan kunnen we het nog poetsen. Oké, dan gaan we nu naar huis, noedels maken en popcorn eten. Juist. Kom. We zijn een paar uur later, mannetjes. En het is zover, hè. De noedels hebben we al gegeten. Maar het grote moment is nu wel aangebroken. Want ik dacht vandaag, we gaan fijn shoppen. We komen met een mooie kast thuis. Of nieuwe deco om het huis gezellig te maken. Maar we kwamen dus thuis met een popcornmachine. En nu gaan we dus de popcorn maken. Ja, dat zeker. Ik heb het opgezocht in de dingen, in het instructieboekje en het is simpel. En als dat allemaal klaar is, dan gaan we hier gezellig een filmpje kijken. Welke film gaan we kijken? Knock at the Cabin. Oei, dat klinkt gevaarlijk. Was dat aan het zoeken? Een kommetje. Ja, een kommetje, bij de kommetjes. Je staat toch niet bij de kastrollen? Nee, maar ik ga toch ook zo'n dingen pakken. Kijk, want die is groter. Allee, is hem al klaar voor popcorn te maken? Of gaat dat hier nog een halve avontuur? Ja, dat weet ik niet, hè. Het is heel simpel. Ik moet dit vullen. Met maïs. Ja, ja. Ik krijg telefoon. Nu dat weer. Nee. Breng het Sammeke mee. En dan zien we jullie verschijnen morgen. Goed? Graag gedaan, tot morgen. Salukes, groetjes. Doei. Sammeke komt morgen. Oh, fijn. Ja, fijn, hè. Ja. Bon. Terug naar de orde van de dag. Ja. Dus ik moest dit eigenlijk is heel simpel. Ik moest de maatbeker vullen. Allee, maatbekerke. Met maïs. Natuur. En ik moest dat al direct in dit ding gieten. Bon.
Ja, so far, so good. En dan moet ik dit erop zetten. Oh, de prul. Kijk, en dan zet ik dat er zo op. Want dat is eigenlijk voor de plofheid. Hè? Dan kan het niet tegen het plafond. En ook, hè? En dan moet ik dat gewoon erin steken, in de stopcontact. Oh. En het moest niet voorverwarmen. En dan gaat het hier gebeuren. En ik mocht ook geen olie of geen suiker of zout nu al toevoegen. Dat moet daarna, hè? Dat moet daarna. Dus ik ben benieuwd of dat lekker is. Ja, ik zou ook op de aanknop duwen. Waar is die aanknop? Hier. Ah, ja. Dat had ik dus niet gezien. Is iedereen klaar? Dat maakt heel veel lawaai. Dat had ik gelezen. Ja. Dat is normaal. Ja. En dat is hete lucht, hè? Want dat voelt dus echt heet. Oh ja. Ik voel het. Voel het? Ja. En nu komen die daaruit. Ja. Dat is de bedoeling. Bon, dan wachten we op de eerste plof. Ploffing. Ik hou het bakje al vast. En hier zitten gaatjes in voor de lucht. Ik ruik het. Ik ruik hem al, de popcorn. Kijk! Daar zijn ze. Allee, hoe kan dat nu? Er moet ook suiker op. Wie moeten we nog gaan keren hier, ja, dat ze popcorn maken? Ja. Oh, dat is lawaait. Oh, dat doet goed dat er lawaait afstaat. Ja, kijk. Dus... Oh, zeg. Ja, dat is niet genoeg. Niet genoeg? Bijmaken. Bijmaken. Ja, daar gaan we niet opnieuw op staan. Nee. Maar kijk... Dat is als mensen dat willen, van de casa. Ja. Hè, voor 35 euro. Lekker? Ja. Maar natuur, hè. Dat is nadeel. Niet zoet genoeg. Niet zoet genoeg. Je kunt er karamelsaus over kappen. Ah. Jij zit van de karamel, hè. Hmm. Ik niet. Hmm. Is uw bakje klaar? Mijn bakje is klaar. Wow. Dan heb ik... Met karamel, gekocht in de winkel. En je hebt vers gemaakt, hè? Ja. Maar ik ben al blij, want ik vind hem niet lekker, die. Tot nu. Okay. Deze is vluchtiger. Kom maar aan de... Knok, hè? Knok at the cabin. Knok, knok. Kom. Volgende keer in Orlando en Glen. Hij kan zeggen tegen ons... Ik wou zeggen, hij kan zeggen tegen ons wat hij wil. Het is proper. Maar nu zie je ook dat het proper is. Maar ze doen dat niet meer like bij Mary Poppins, hè. Dat is met een stofzuiger. Toen hadden we nog geen stofzuigers, hè. Nee. Dat zijn Mary Poppins.